Hoi, leuk dat je kijkt. Ik heb weer een boekentip voor jullie. En deze keer wil ik het gaan hebben met jullie over het boek De Eliminatie van Danielle Bakhuis. Heel spannend boek over Cleo. Cleo is een beetje een bescheiden meisje, niet het meest uitgesproken type. Ze krijgt ruzie met haar moeder en ze loopt weg van huis. Maar diezelfde avond besluit ze toch nog om naar huis terug te gaan, om het goed te maken met haar moeder. En ze stapt in de bus en het volgende moment wordt ze wakker in die bus, in het donker, in een afgesloten, hermetisch afgesloten garage. En er ligt een felgroene tekst op de muur. En daar staat, elimineer de helft om de andere te laten leven. Blijkt dat ze daar met 10 anderen zit, onder andere een baby, een vluchteling, nog een andere tiener, een moeder van 2 kinderen, een zieke man, een oude man, een hele rijke man en een junkie. En het idee is vrij simpel. 5 kunnen het overleven. Dus dat betekent dat er dus mensen elkaar zullen moeten doden om te overleven. Er ligt ook een rugzak bij die bus met daarin een pistool en pillen. En dan, ja, wat ga je doen? Wie is het waard om te blijven leven? Cleo die neemt jullie eigenlijk mee in die overweging van ja, chips, wat moet ik nou doen? Hoe gaat dat? En het knappe van het boek vind ik dat je zelf dus ook de hele tijd afvraagt van wat zou ik doen als ik in die positie ben? Hoe ver zou ik bereid zijn om te gaan? En dat maakt het een heel lekker, snel, makkelijk weg te lezen boek, wat razendspannend is. En wat mij betreft mogen ze er wel een leuke film van maken, want ik denk dat dat wel heel gaaf zou zijn. Maar die is er nog niet. Hij is wel op de online bibliotheek te vinden, dus ga hem eerst lekker lezen, want ik weet zeker dat je je ermee gaat vermaken. Tot de volgende tip! Doeg!